Ik heb een vraag ontvangen van Gerard. Gerard die zegt het volgende. Ik neem mijn werk overal mee naartoe. In die zin dat ik in mijn vrije tijd veel aan mijn werk denk. Als mijn gedachten afdwalen, als er een rustmoment is. Als ik s'nachts wakker word en als ik s ochtends opsta, dan schiet er meteen een dossier in mijn hoofd. Dit vind ik bijzonder vervelend. Ik zou het prettig vinden als ik het voor elkaar kon krijgen om in mijn vrije tijd niet of minimaal aan mijn werk te denken. Ja, Gerard, ik denk dat het een vraag is die voor veel juristen herkenbaar is. In een gemiddelde drukke juridische praktijk uh, nou, zijn er vaak genoeg uh, zaken die uh, nou, wat zwaarder zijn en die uh, je ja, ook privé wel bezighouden. En ik heb drie tips voor je die mij in ieder geval in om helpen om dat makkelijker los te laten als ik, uh, als ik thuis kom. En de eerste tip is om als je. Uh, aan het einde van je werkdag bent alvast je planning te maken voor je volgende dag. En gewoon even drie, uh, drie zaken op te schrijven die het belangrijkste zijn voor de volgende dag. En dat zorgt ervoor dat je, uh, voordat je naar huis gaat, makkelijker je werk loslaat. Een tweede tip is om het laatste uur voordat je gaat slapen een offline uur te plannen. Waarin je je telefoon weglegt, waarin je je laptop weglegt en waarin je gewoon nou, bijvoorbeeld muziek luistert. Maar in ieder geval niet uh, online bent. Dat blijkt volgens veel onderzoek en om te helpen om uh, tot rust te komen en op te laden. En ook als inleiding op je nacht. En daar heb ik een laatste tip voor. Uh, voordat je gaat slapen, lees een roman. Dat blijkt. Uh, en om te helpen om uit je uh, uh, nou, gedachten te komen. In ieder geval minder te piekeren en beter te slapen. Dus lees, nou, blijkt minimaal zo'n 20 bladzijden. En dat zorgt ervoor dat je veel beter slaapt. Dus uh, kortom, he, maak aan het einde van de dag uh, alvast een planning voor de volgende dag. Zorg voor een laatste uur van de dag voordat je gaat slapen. Een offline uur. En het derde is, lees een aantal bladzijden in een roman. Zodat je beter slaapt en ook weer de volgende dag fitter bent. Ja, Gerard, laat me, laat me even via een mailtje weten uh, of je iets aan deze tips hebt. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe jij uh, of jij nog tips hebt om hiermee om te gaan. Uh, stuur me even een uh, berichtje via LinkedIn of laat hieronder een comment uh, achter of uh, stuur me een mailtje. Dankjewel.